Hey, ik ben Thomas van Dun en dit is het meisje in de rode kimono van de Nederlandse schilder George Bruyne. En dit is mijn nieuwe stuk Fading in Silk. In de afgelopen maand heb ik een stuk geschreven voor het Nederlandse residentieorkest. En het doel was simpel. Het stuk moest kort zijn. Heel kort. Het moest de bezetting hebben van een ander programma. En het stuk moest een relatie hebben met het gekozen kunstwerk uit Kunstmuseum Den Haag. Even terug. Een kort stuk is best ingewikkeld om te maken. Ik heb ongeveer 1 à 2 minuten gekregen. En natuurlijk zijn het minder noten dan in een lang stuk. Maar het is nog best lastig om een logisch verloop te maken in zo'n korte tijdsperiode. Zie het als moeten vertellen van een heel verhaal, maar dan met 1 zin. Dat is best lastig. Dan moest ik de bezetting gebruiken van een stuk wat er al was in hetzelfde programma. Op zich is dat helemaal geen uitdaging. Een orkest heeft genoeg instrumenten om alles te kunnen doen wat je voor ogen hebt. Maar het kan zelfs hier zijn dat je niet alles voor handen hebt. Mijn muziek gaat heel erg over schaal, grote ruimtes en grote massa's. En die heb je niet altijd. De zaal is groot, maar het is geen kathedraal. En de hoornsectie is prima, maar het zijn er 4, geen 20. Dus in dat geval moet je een oplossing verzinnen. Voor de ruimte betekent dat je je ruimte zelf orkestreert. Een goede indicatie van ruimte is echo. En een echo is een geluid dat van verder terug moet kaatsen en dus later dan de oorsprong van de klank nog klinkt. Dat valt te regelen door de tonen in een melodie langer te laten doorklinken dan de melodie zelf. Wat betreft de massa's instrumenten, je hebt een paar instrumenten per soort, maar alle instrumenten delen wel wat eigenschappen. Trombones hebben weer iets van horns, horns hebben weer iets van fagotten, klarinetten hebben soms iets van fluiten, en door deze groep op een bepaalde manier te laten spelen en te combineren, heb je ineens niet 4 horns, maar 10. Nu, het meisje in een rode kimono, geschilderd door Breitner in 1993 in Amsterdam. Je ziet een jonge dame die ligt op een bed met Perzische tapijten. Voor een Japans kamerscherm in haar Japans kimono. Alles doet aan alsof dit een soort sprookjeswereld is, in een soort vaag Oosters paradijs. Alleen, dat was het helemaal niet. Het meisje die ligt heet Geesje Kwak en is gewoon geschilderd in Breitner's atelier in Amsterdam. Maar ze proberen wel van een dagelijks leven een soort sprookjeswereld te maken. En dat wilde ik ook laten klinken in mijn stuk. Ik wilde dat alles wat op het doek staat bijdraagt aan dit magische beeld. Dat gaat van weelderige patronen naar het stille en rustige liggen op het bed, tot het monumentale van de jurk. Alles moet klinken als een magische voorstelling zoals het nog nooit is eerder gehoord. Net als het schilderij voor de mensen in die tijd was, toen ze allemaal verwonderd keken naar het meisje die verdwijnt in haar zijde kimono.